Je zou van hier te voet naar de schotelantenne kunnen wandelen, maar de officiële toegang is nog een paar honderd meter verderop. Goedemorgen, het is nu 9:50 in de ochtend. We zijn dus goed op tijd voor onze vervroegde afspraak om 10:00 om de VIRAC radiotelescoop hier achter mij te bezoeken. De groep die oorspronkelijk om 11:00 had geboekt, heeft het laten verplaatsen naar 10:00, dus ik ben dus extra vroeg moeten opstaan vanuit Riga om op tijd hier te raken en ik wou geen risico nemen. Dus deze VIRAC radiotelescoop bestudeert nu het centimeter golflengtegebied. En voor verschillende disciplines kan dat nuttig zijn. Vroeger had deze telescoop een militaire achtergrond, een spionageachtergrond. Dus de oorspronkelijke bouw is onder militair bewind gebeurd. Nu wordt hij beheerd door de Letse Academie voor Wetenschappen. Dus om 10:00 gaan we aan de binnenkant een rondleiding krijgen en hoop ik ook met de beheerder te kunnen spreken. Er is ook een herstelling, renovatie, upgrade bezig. Ik ga proberen te weten komen wat daar precies de bedoeling van is. De naam van de plaats is de VATP. De Windspils Augsto Technologiepark. Geen idee wat die Augsto wil zeggen. Er zijn twee van dergelijke tegengewichten aanwezig om het geheel in balans te houden. De schotel heeft een diameter van 32 meter. De generatie van radiotelescopen toen, daar werd de primaire versterking zo dicht mogelijk bij de schotel gezet. En dus werd die mee op de montering gebouwd, omdat anders de leidingen veel te lang zouden worden. En dit is blijkbaar het gebouwtje dat het dichtst bij het ontvangstpunt zat. Zou daar de primaire versterking gebeuren? En langs deze kant valt het op dat het een hele oude radiotelescoop is. Hij heeft de nodige roest te verwerken gekregen. Ik vraag me af hoe dat ze dat gaan bestrijden. Die deuren lijken net uit een schip te komen. Dat is ook niet toevallig. Het mechanisch ontwerp is gemaakt door een firma die eigenlijk schepen deed. Dus het is een scheepswerf die deze telescoop heeft uitgetekend. En dat merk je aan kleine details. Dit lijkt mij een vreemd detail. Dat is een kleine kraan om waarschijnlijk zware apparatuur mee in de controleruimte te krijgen. Dus dan wordt hij op het dak van het gebouw geplaatst en naar boven gebracht. Deze schotel van 32 meter weegt 55 ton. En een van de aspecten van de renovatie is het naar beneden brengen van de schotel. Dat gaat over een paar weken gebeuren, zal ik dus niet kunnen waarnemen. Dan zullen er gigantische kranen mogen langskomen. En vermoedelijk wordt hij dan vervangen door een lichtere en betere schotel. Zou de schotel dan op dit punt worden losgemaakt? Een stuk of 8 bevestigingspunten van dit soort, om dan de schotel te kunnen tillen. Het zou zo in de camper kunnen gestaan hebben. There is quite a big reconstruction works. You see the dish? Yes, we will be take them down after the 3 months. Okay. It's quite a big. Yeah. Of course, there will be the crane. Dit is de 16 meter qua opbouw, gelijkaardig aan de grote. Control panel systems would be changing, yes, because all this control systems is quite old. Right now we are here, yes, it's 16. This dish is 16 meter in diameter. But when the Soviet military army, yes, Russian army, go out from the subject, yes, say to take this one, the smallest, there's 8 meters in diameter, they take to the Russian. Okay. And actually, when Russian army go from the subjects, they make big damages, yes. They broke electricity motors and also the control panel systems, cables was broken, yes, stuff like that. Yes,
our cells, they use for spying, this is a top secret military object, yes, and of course right now it's we use for scientists. And in the Soviet Union, the secret code name to this whole object, yes, was a little star. Yeah, little star, okay. In the Russian, its name is Zvezdochka. Zvezdochka. We are here, yes, there's the biggest one with the telescopes. And there is a Kabel tunnel, yes. This is Kabel tunnel. Actually, we can walk. It's impossible to do. It's like when in the Soviet Union this used for cables, yes, all information go to the technical center, all spying information go to there, to the, that building where there was old computers. But it's nice that it's in English, so I can understand. Yes, there's some professors who work with dust grains, yes. And it's what we do today, we listen to the radiotron. Actually, this is a control room, yes. Where in Russia, where in the Soviet Union, that radio telescope is turning, yes. Then you can see azimuth. Yes, this one you can change the power and speed to the radioscope, and there you can turn the radioscope like this one. Yes, it's a plausible term. This is for elevation axis. Yes, you can turn if the dish is right now positioned like this one, you can turn the dish like this. Yes, this one. Of course, you can change the speed and stuff like that, yes. And actually in Soviet Union use this one also, yes, it's a remote control. It's a big remote control. Yeah. Of course you can need to put as a cable. Yeah. And if the day was nice like this today, I can go outside and you can see this is like in the ships, yes. The windows or all many parts comes from ships, yes. And actually, yes, it's true because all many parts are used from ship builders, yes. The diameter is 11 centimeter diameter, yes. Quite a big, it's like this one, yes, but in the bigger one, it's 22 centimeters, it's like a metallic football ball. All metallic parts weight is like 600 tons. Yes. Small ones like maybe 200. Oh yeah. We kijken nu door het raam naar buiten. Daar is een dakconstructie tegen aangebouwd. The smallest one. You can see the degrees. Actually, the top speed is 2 degrees per second. It's quite fast. Actually, these doors always changing their when you walk here. Yes, some day doors is here. Yes. This is for elevator. This is a narrow hall. Now we're getting some light. Dan onder de schotel. What's in this room? This one we would be. That level will be unmounted, and then the disc will come down. So I'm just on the right period. Yeah? That's nice. Okay, we can go. Yeah. Now we go to the tunnel. Yeah, great. Je begint last te krijgen van hoogtevrees. Dus nu zijn we dus in de schotel. That's a first for me. This is 16 meter was it, hè? Yes, this is 16 meter diameter.
We zijn nu net onder de secundaire spiegel. Okay. This was more than I hoped for. I got your terrified look. Look on the film now. Yeah, you can send that to me. We staan dus nu boven de schotel. Now we are above, boven de schotel. There you can see the sea. Oh, there's the coastline. Daar is de andere. 32.5 above the ground. Yeah. In a sense, it up here. The minerals reflect the radio. The middle cone is where they catch all information. Actually, that side. This is for access for repairing the secondary mirror? Yeah, you cannot allow to go there because there is you can get there and if you find security guard. There's no way you can get in. Normally, if there's a safety barrier, I don't mind so much. Something to see? Oh, it's a door there. I guess you're here. More electrical cables, connectors, switches, etc. Yeah, close it while I'm filming. Ja, de EHBO-kast, de originele naar het schijnt. Dus daar zullen we toch ongevallen geweest zijn. Hier zitten we in de catacombe met de tunnels voor de datakabels om van de schotel naar de computers te gaan. It's nice to have though. There is artificial lighting. So this is the tunnel. Right now I would be turning the light. Oh, thank you very much. Yeah. And watch the head, yeah? Yeah, it stays the same head, the tunnel, like the height. Yeah, you can stand. But except when there's pipes crossing the tunnel, then it's too low. not yet. The total length is almost a kilometer. Yeah, almost a kilometer. It was a technical center. Actually, the tunnel to go to the biggest one radio telescope. Okay. So it's quite a long distance. Yeah. What's the fuses? Yeah. Because there's more piping on head level. Yeah. That's a good idea, yes. 900 meter, dus je blijft maar lopen met die kabels boven je hoofd. Because when tourists come, yes, especially girls. Yes, een kleine trap naar beneden. Er moet nog een deur worden losgemaakt. Karelia. Yes, it's when and the date when he finished his duty. When military army, Russian army goes from this object, yes, it's a person getting there and stole all cables. So. This computer floor. All the computers we have in the 90s. Yeah. Stuff with lots of air and more air. This is a big one. Imagine this was rather not noisy. That the entry security, like on the ski gate. How will you get in and take a look? Yes, it's a technical building, yes. It's working to all information, yes. What information from where they get, we don't actually know. De tunnel die we daarnet doorliepen, ligt eigenlijk gewoon ingegraven in een heuvelrug, zoals asperges. Dat was poisonous, right? Is this not poisonous? We hebben dus net het bezoek aan de radiotelescoop achter de rug. Het was een belevenis. De grote telescoop van 32 meter was inderdaad niet toegankelijk.
Dus er zijn werken aan de gang en blijkbaar is het dus een werf, wordt dus niet gedaan. Maar ze hebben hier dus ook een 16 meter telescoop en die hebben we dus uitgebreid kunnen bezoeken. Daar is nog geen renovatie begonnen. Op termijn zal dat ook gebeuren. We zijn dus binnen in de toren gegaan, beneden binnen gestapt. En dan alle verdiepen naar boven geklauterd. In het begin waren dat gewoon een beetje steile trappen. Maar dan werden dat verticale fabrieksladders. En het laatste zijn we zelfs tot aan de bovenkant van de secundaire spiegel geklommen. Ik had lichtjes last van hoogtevrees. Oeh, dat was spannend. Maar ik hoop dat de beelden prachtig zijn, dat ik heb mooi zal kunnen weergeven wat het was. Dus de schotel langs de binnenkant kunnen zien. Daarna zijn we terug afgedaald met de nodige assistentie van de gids en medereizigers. En zijn we door de kabeltunnel van de schotelantenne naar het rekengebouw gegaan. Dus naar het controlecentrum waar alle computers stonden voor de waarnemingen. Want eigenlijk waren dit spionageschotels. Dus deze werden gericht op een bepaald gamma van satellieten om de NAVO-communicatie te kunnen onderscheppen. Dus blijkbaar waren de kleine school was gespecialiseerd in de satellieten tot op een paar honderd kilometer. En de grote zou gespecialiseerd zijn in de satellieten die ronddraaien op 22.000 kilometer. Maar voordat de Russen het hebben vrijgegeven aan Letland, hebben ze alles afgebroken. Dus er is nog heel weinig dat werkt. In de grote schotel zou nog de motoriek werken, maar in de kleine schotel die is compleet afgebroken. Er is niks dat werkt. Maar het bezoek was prachtig.